Goedemorgen en welkom bij de finale van het Jeugddebat 2018. We gaan beginnen. Dan gaan we beginnen nu met het debat. Per school krijg je 5 minuten. En we beginnen met de Petrus- en Paulusschool. Wij hebben voor ons schooldebat het onderwerp EHBO gekozen, omdat we het heel belangrijk vinden dat kinderen weten hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties. Weet jij wat te doen als iemand op straat hard valt? Wat moet je doen als je alleen met je moeder thuis bent en ze raakt bewusteloos? Als je naar school fietst en je vriend of vriendin wordt aangereden? Ons voorstel. Het geld van de gemeente besteden om jeugdhbo aan te bieden in groep 8 op school in de gemeente Steenbergen. We gaan verder met de Zonnebergschool. Ons idee is een verrassingsdienst om mensen blij te maken. Wij gaan, als ons idee het wordt, gaan wij hier een jaar mee door. Het is voor alle inwoners van de gemeente Steenbergen. Het is voor alle leeftijden. Als je een wens wil insturen, boven 18, mag je dat zelf doen voor iemand anders. En dan de laatste school voor de presentatie, de Nieuwe Vesten. Ons idee is een middag plezier voor eenzame ouderen in de gemeente Steenbergen. Door 1 keer per maand wordt er een leuke middag georganiseerd door leerlingen van de bovenbouw voor de eenzame ouderen in de gemeente Steenbergen. Iedere maand afwisselend in een van de bejaardentehuizen in de gemeente Steenbergen. Hoe worden ouderen op de hoogte gebracht? Door posters in de bejaardentehuizen en bericht in de krant. En nu gaan we beginnen met het debat. De vragen stellen aan elkaar. En ik stel voor dat de Zonneberg en de Nieuwe Vesten als eerste hun vragen gaan stellen aan de Petrus- en Paulusschool. Hoe wil je de EHBO-lessen geven? Want bijvoorbeeld onze juf heeft geen diploma van EHBO, dus hoe wil je het dan geven? We hadden nog wat geld over, zij kan misschien opgeleid worden of jullie kunnen iemand aanvragen vanuit de EHBO-vereniging of een sportcoach. En gaan wij verder met de vragen aan de Zonnebergschool. En die vragen worden uiteraard gesteld door de Petrus- en Paulusschool en de Nieuwe Vesten. En het gaat over het verrassingsidee. Wat nou als er heel veel mensen zijn die dat willen? Worden er dan selecties gedaan? En zo ja, hoe doen jullie dat dan? Als we heel veel krijgen, zullen we loodjes gaan trekken. We moeten ook naar de oprechtheid en het verhaal kijken van de wensen. Als er niks bij staat, bijvoorbeeld, weten we ook niet of het belangrijk is en echt de moeite waard is om het te doen. Oké, ik stel voor dat we hiermee afsluiten de vragen richting de Zonneberg. En dat we overgaan naar de Nieuwe Vesten over het ouderenproject. De bejaardenhuizen organiseren meestal zelf ook al zo'n middag. Hoe gaan jullie dan voor zorgen dat ze naar die van jullie komen? Omdat wij met kinderen zijn en ouderen houden vaak van kinderen. Krijgt de vakjury nu tijd om zich te gaan beraden buiten deze zaal? En dan komen zij straks terug met de uitslag. En ondertussen geef ik heel graag het woord aan Robert voor de quiz. Welk gereedschap gebruikt een burgemeester? Is dat een beitel of een hamer? Als jullie denken dat het een hamer is, doe je rood. Als je denkt dat het een beitel is, doe je groen. Graag jullie kaartjes zien. En dan kan ik zeggen dat degenen die hebben gekozen voor een beitel, die kunnen gaan zitten. Dus rood is goed. Dan komen we nu bijna bij het allerbelangrijkste. En dat is dat we bijna het woord gaan geven aan de jury. Maar voordat ik dat ga doen, willen wij jullie allemaal iets meegeven. Degenen die hebben meegedaan aan het debat. De vorige keer hebben jullie allemaal een certificaat gehad. Wat getekend was door de burgemeester en de griffier. Dus om nou weer een certificaat te geven, dat vinden we niet gepast. Dan heb je gewoon 2 dezelfde. We hebben voor jullie allemaal een hele mooie herinneringsmedaille. En dan het beslissende woord. Wie gaat met de beker naar huis toe als beste debater? En welke school heeft het winnende project? Het was voor ons deze keer niet moeilijk,
Vandaar dat wij ook heel snel terug waren. En ik ga jullie ook niet heel lang in spanning laten. De beste die beter denkt goed na over vragen en antwoorden. Blijft rustig. Naarmate het einde werd de rust iets minder bewaard. Maar wij waren het unaniem eens dat Julian de beste die beter is. Dan het winnende project. Voor ons als jury was er één school die heel veel met de tips heeft gedaan uit de voorrondes. Wij denken dat het een goed project is voor de gehele gemeente Steenbergen. Ook de volgende schooljaren, als de betreffende leerlingen niet meer in groep 8 zitten, denken wij dat het project goed voortgang kan vinden. En dat is het EHBO-project. Jullie hebben zojuist gewonnen. Hadden jullie het verwacht? Ja, eigenlijk wel. Want we hadden de tips van de voorronde. Hadden we helemaal uitgewerkt. En we hadden gelijk gekeken voor de sponsoren, voor de koffer en voor alle scholen. Van welke school zijn jullie? Petrus en Paulus school in Dinteloord. En wat was jullie idee? Om kinderen zeg maar in groep 8 les te geven, EHBO lessen te geven. Ja. En hebben jullie dat idee zelf bedacht of met de hele klas? Eigenlijk hebben we het hiervoor ook al een keer gedaan. Maar we vonden het gewoon een goed idee en we vonden dat het moest winnen. Dus daarom hebben we hem weer gedaan. En het idee is verzonnen met de klas. De gemeente Steenbergen heeft ons ook benaderd. Dat ze het uiteindelijk echt toch wel heel belangrijk vonden. Dat kinderen weten hoe ze moeten handelen, zeg maar. Hoe hebben jullie zich voorbereid naar deze finale toe? Eigenlijk gewoon elke dag oefenen. Oefenen, hopen dat het goed gaat. Okay, gaan jullie dit plan nu ook zelf uitwerken of ga je dat ook samen met de hele klas doen? Ik denk vooral wel samen, maar ook wel met de gemeente. En ja, alles wat geregeld moet worden, ja, dat gaan we gewoon. Vooral bij de gemeente zijn, omdat die zeg maar overal ja of nee op moet zeggen. Okay, heel erg bedankt en gefeliciteerd. Ja.